Tweede seizoen zaten we in eerste instantie al met het dilemma. Ja, volgens mij heeft niet iedereen dat eerste seizoen helemaal gekeken. Volgens mij hebben mensen alleen filmpjes op YouTube gekeken. Ja. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen weten wat het verhaal is en dat dan toch op een grappigere manier dan alleen maar wat er vooraf ging. En de afleveringen mochten langer en meer, dus we konden echt meer een verhaal vertellen. Dus was inderdaad dit het idee. En jammer genoeg niet vooraf en dan heel kort wat er wel vooraf ging. Ja. Om ook weer te introduceren wat voor domme gasten wij waren met weinig behoeftes. Dat dit het allervetste is wat ze konden bedenken, wat hier gebeurt. Jullie zijn toch Tim en Erik? Ja. Ik heb gehoord dat jullie de allercoolste jongens ooit zijn. Ja. Wow. Tim. Tim, ik had het nooit moeten uitmaken. Wil je een verkering? Ja. Super. Hier, mijn knapste vriendin. Het lijkt mij heel erg leuk als je haar tieten aanraakt. Oké. Ook echt aanraken, ja. Erik, jij mag ook. Niks ermee doen, Freddy. Nee, aanraken. Ik besef nu pas dat vriendschap belangrijker is dan liefde. Kijk. Hier, Tim en Erik, een pannenkoek patatpizza. Dat was vroeger echt mijn droom, dat er was. Van mijn moeder. Jawel, dat mag wel. Mam, wat doe je op mijn school? Ga weg. Alsjeblieft, jongens, jullie huiswerk. Jullie zijn super gaaf. Jullie mogen me slaan. Backhand. De backhand, ja, dat was vroeger jouw ding, hè? Je hebt er iemand voor geslagen met de backhand. 100.000 miljoen euro voor jullie geweldige speech tijdens de begrafenis van meneer Heydrich. Want ja, die is dus dood. Zo meteen komt die salto, waarvan er dus nog steeds mensen zijn die dan zeggen, Jezus jongens, je ziet gewoon dat Tom dat niet is. Hoe dom is dat? Dat vind ik dan ergens heel grappig dat mensen dat niet snappen. En ergens breekt het ook mijn hart dat je dat niet begrijpt. Alleen maar gym. Dit is zo overduidelijk mogelijk een ander iemand. Het is zo duidelijk. Er zijn dus nog steeds mensen die het niet doorhebben dat dit... Zo, dit vond ik kut om te doen. Jij speelt hier wel echt dwarsluit, toch? Ja. Niet dat je hier heel duidelijk door hebt wat nou precies het verhaal was. Nee, zeker niet. Maar volgens mij moest je gewoon doorhebben dat het altijd herfst was op deze school. Ja. Hallo mensen. Wat is het? Ga Lars gewoon even wassen, komt helemaal goed. En dit kan je ook vergeten. En daarom moeten we blijven zitten. School ook. Zo mooi. Dit is in Amersfoort. Ja. Dit was vroeger een klooster, wat was het? Oh, ja, maar natuurlijk rijdt hij op een lichtfiets. Ja. De directeur van mijn basisschool reed ook altijd op een lichtfiets. En die deed altijd heel stoer over. Maar iedereen dacht dat, ja, gast, het is wel gewoon een lichtfiets. Ja. Dat doe je stoer. Oh ja. Op de allerlichtste versnelling. Uiteindelijk was hier gewoon de ketting af, werd ik geduwd en moest ik gewoon trappen. En hier, bij dit briefje, wordt het zaadje geplant voor het hele seizoen. Dit briefje heeft meneer Heydrich geschreven. Het grote masterplan van meneer Heydrich. Ja, dat wordt hier al geïntroduceerd. Sorry. Mijn fiets. Haast. Waarom heb jij een tas om? School. Heb jij nou boeken in die tas? Ja. Hé, we blijven zitten, Tim. Hier, ontspan. Oké. Kom. Dit is ook een... Een soort stokpaardje van ons. Hoezo lopen we aan te dat we altijd in alles proberen te proppen. Oh, dat we mogelijk een beetje... Misverstanden tussen. Dat we denken we gaan zoenen of we houden van elkaar. Dat het altijd verkeerd interpreteren, zeg maar. Die heb je voorlopig niet meer nodig. De stok. De stok heeft hij zelf bedacht. Ja. Oh, hier is ook een kleine ergernis voor mij. Dat lerarenkamer duidelijk hier niet hoort. Nee. Ja, die stok heeft Pierre zelf bedacht, ja. Het is echt een blaadje opgeplakt. Het is gewoon een blaadje opgeplakt, ja, dat is toch jammer. Maar ja, soms moest er een snelle beslissing gemaakt worden. Ja. Ja, zeggen. Nou, ik kreeg een briefje dat er iets in mijn postvak ligt en dat het van levensbelang is. Dus dat ik nu moest komen, dus ik... Dit is de lerarenkamer. Ja. Die is alleen voor leraar. Ja, ik ben toch een leraar? Oh ja? Ik ken alle leraren, maar jou ken ik helemaal niet, jongen.
Ik kan nu mooi klein subtiel spelen. Ja. Ik geef wiskunde. Dat vond ik zelf heel grappig. Ik ben Bartel Jaap, je hebt me vorige week nog laten struikelen. Dat je me herinnert aan iets heel kut. Dit is de geboortedatum maal de sterfdatum van Hitler, toch? Ja, die hadden vrij veel mensen hadden die ook door. Ja. Ja, maar wel omdat wij hadden gezegd, er zit een easter egg in. 787.600. En dit antwoord klopt ook. Ja. Dat klopt toch? Dat was dan soms, weet ik nog wel, dat dat soms dan lastig was. Omdat als je als acteur op een set komt en je krijgt zo'n tekst met die getallen, dan denk je automatisch, het boeit niet. Ik kan ook zeggen, wat is 8.363.241? Dat we dan tegen hun moesten gaan zeggen, ja jongens, het is wel heel belangrijk dat jullie precies die getallen doen die wij hebben bedacht. En ja, precies het antwoord, want het is een grapje. Het is namelijk de geboorte en de sterfdatum van Hitler. Voelde je zo lullig als je dat dan moest. Ja, ja. Maar een ene leraar kan een andere leraar niet bevelen. Ja, maar dat doe jij ook de hele tijd bij mij. Ja, bij dat neusje kon niet, toch? Stop. Pakte die gewoon bij een repetitie, pakte die gewoon de stop erbij. Okay. Er zit ook een heel klein geluidseffectje onder als dat neusje mag dat je snot hoort. Tim, Erik, ik zie dat jullie weer precies nul boeken bij je hebben. Ja, we hadden wel boeken in mijn tas, maar die is even kwijt. Sowieso was dit dus lastig, want we gingen dit seizoen in met het idee, alle jongens blijven zitten, dus ze hoeven niks meer. Ja. En dat is best wel lastig om een script te schrijven. Ja. Voor twee mensen die niks willen of niks hoeven. Ja, moesten we elke aflevering moesten we shit bedenken waardoor ze toch iets wilden of iets moesten of zo. Fucking gruwelijk, man. Ja, snap ik. Ja, dus dat blijkt een vrij elementair ding te zijn van als je het schrijft. Dat je personages een duidelijke wens moeten hebben met obstakels. En eigenlijk was hier geen wens en geen obstakel. Namelijk, ze wilden gewoon chillen. Ja, dat was het. Dus toen hebben we steeds inderdaad kleine... Ah, hier zit hij als vlieger op opstond. Ja, ja. Oh ja, ik heb mevrouw Spekter uitgebond, Sjoerd. Ja, Marieke Hebink wilde niet meer meedoen in seizoen 2. Dus toen hadden we van mevrouw Spek mevrouw Bonen gemaakt. Vooruit, pak je tas en naar de... Eigenlijk met... En benadruk dat het een totaal andere figuur is. Maar zij is nog drie keer zo oversext. Ja. Vanaf gekomen. Nou, dan maar naar de bieb. Nieuwe set kopen. He? Ja, we zijn heel arm, meneer. Ah, ja, het dak is nog nooit iemand levend van afgekomen, zegt hij. Gewoon chillen. Chillen? Dat doe je maar in de les van Bartel Jaap. Ik weet wat voor jullie. Ga maar even bij Tony langs. Die heeft wel wat klusjes voor jullie te doen. Tony was toch de... Zwerver, conciërge. Ja. Hé, hey man, dit was toch de junk bij jullie in de buurt? Toch? Oh ja, Tony, hey jongens, hey! Biedt hij dan sigaretjes en dan brak hij het filter eraf... en dan stokt hij dan omgekeerd in zijn bek en dan rookt hij dat zo op. Tony, witte Tony. Die alt vrij vaak had hij zo'n grijze joggingbroek aan met zo'n donkergrijze plek. Ja, dat was vrij goor. Tony. Hey jongens, hoe gaat ie? Ja, en huisbaas Bob heeft natuurlijk ook Tony. Wie is Tony? Ja. Hey. Ja, het was een beetje spelen op het stereotype dat conciërges soms nog wel eens verlept zijn. En dat deze gast niet een beetje naar de klote is, maar... Zo te scheiden. Midden in de conciërges. Te scheiden. Oh, wat word je hier toch melig van? Tering. Hij is wel echt goor. Het is echt een schmiegel. Terwijl Bob in het echt helemaal geen vieze man is. Dat is zo grappig. Die zat ook zo lang in de make-up om die koorslip te krijgen... en dat haar echt puur in de vaseline. Brilcream. Oh, brilcream was dat, ja. Hey, jongens. Het was wel zijn eigen gebit. Wat gaan we voor jullie doen? Nee. Nou, we blijven zitten, dus we mogen de les niet meer in. Groot voordeel voor mij zie ik was dat dit een veel dunner truitje was. We draaiden in de zomer. Ah ja, dit was echt lekker. Het was echt een lekker truitje. Het was dun spul. En het eerste seizoen was echt zo'n dikke wolle. Ik heb deze nog thuis, mijn eigen trui. Die met 20? Ja, die heb ik ooit gekregen na de die laatste rijdag. Die zou ik maar eens even op een veiling gaan gooien. Maar die is zo 20 euro waard. Zeker. Ik kan niet ophouden op zo'n mooie dag als vandaag. Oh ja, dan deed hij hem aan, had hij meteen een pisvlek, toch? Mooi, is niet goed gezien, volgens mij. Ik ben jarig. Ja. Ik ben jarig, ja, dat zei, was ook een junkie in Den Haag. Die altijd zei, ik ben jarig vandaag. En dan zei, ja, oh ja. Toch? Is niet goed gezien, die pisvlek, nee. Ah, dat zag het zien. Hij zegt jarig vandaag. Ja, nou, we mogen naar huis. Ja, maar we kunnen hem toch niet zo achterlaten. Kijk hem nou op zijn verjaardag. Ook zo bizar dat we dit gewoon hebben bedacht in seizoen 2, die conciërge. Heel seizoen 1 heeft niemand doorgehad dat er een junk onder de dingen woonde. Tony, gefeliciteerd met je verjaardag. Wij gaan hem onvergetelijk maken. Kijk.
Kijk, en nu hebben we iets bedacht wat de jongens willen. Want anders wordt het weer een hele saaie aflevering. Nou, hier beginnen we met Victor, die tot inkeer aan het komen is en het goed aan het proberen te maken. Inmiddels weet hij wat Lars is. Maar is hij weer... Ja, dat is eigenlijk... Hij heeft continu alleen maar de... meest stereotype informatie van alles. En in alles denkt hij alleen maar in stereotypen en gaat hij all-in. Dus later in het seizoen, als hij doorheeft dat Lars een Afrikaan is, dan is, wil hij meteen dat ook worden en is hij... En zo gaat hij gewoon steeds... Zet dat hij, dat Lars ook nu deed, het een te groot pak aan heeft. Dat vind ik zo vet. Om te reinigen met bleek. Kijk, hij heeft nu door dat, dat hij echt een debiel is. Dat je nooit in de wasmachine mogen doen. En al helemaal niet het lange programma. Ik bedoel, die 2,5 uur hadden je dood kunnen worden. Ja. Rashaan speelt ook zo echt goed, hè? Niet normaal. Het is zo'n goede acteur. Ja, zo stom dat wij iedereen zo goed vinden, maar het is wel zo. Ja. Kijk hoe Lars dit doet, jongen. Rashaan. Moet je nu al niet van mij denken? Het is goed, Victor. Dank je wel. Hé, hey, zijn Lacoste is afgeplakt. In seizoen 1 zie je de hele tijd nog zijn... Sorry, wacht. Kijk nou. Hier. Dat rode. Zijn krokodil. Ah ja. Hij heeft er nu een soort rood ding over. Terwijl hij had in het eerste seizoen een hele mooie krokodil. Mocht blijkbaar niet meer in het tweede seizoen. Nee, maar op zijn arm staat wel nog Lacoste. Ja, maar... Hardloopschoenen. Zometeen komt de klasgenootje van ons. Zeker. Stacey Jackson. Waanzinnige actrice. Nu... een ster in Oostenrijk, in Duitsland, echt waar. Die giga goed kan dansen. Lars. Staat ze, Stacey. Stacey, love her. Ja, stop maar, Laquelle for Quenching. Laquelle for Quenching. Hij is bokker. Hij is bokker. Wat een idee. Broodje kaas met kaas en citroen. Broodje ham met dit is wel gebaseerd op iets te doen. Ja, wij hadden op de toneelschool hadden wij een kantine. En het leek alsof de kok van de kantine overal kappertjes en... Of nou, in ieder geval overal dillen ingooide. Ja. Terwijl dillen een kruid is dat niet met heel veel dingen lekker samen gaat. Behalve echt super met zalm. Maar dat had hij niet. Maar dat had hij niet. Het is een... Ze vonden het toen een grappig idee. Ja, ik weet dat jij een keer woedend zei... dan gaan we wat halen bij die gast die ik flikker overal dillen op, behalve de zalm. Maar toen hadden we bedacht, oké, dan moet het een ding zijn dat die... Alles met dillen behalve zalm. Dit is ook een ding van mijn middelbare school. Toen was ik naar Thailand geweest, had ik Thaise baats. En die waren geen flikker waard, maar die paste wel precies in de Coca-Cola-automaat. Dan had je 2 euro en dan kreeg je vervolgens geld terug en dan had je gewoon gratis geld. Dat was een, waren mooie tijden. Ik heb gevraagd om zalm en dit is tonijn. Maarten Heijmans. Emmy Award en Gouden Kalf winnende acteur. Maarten Heijmans. Die kan heel goed Japans jabberen. Dus hij zegt niks eigenlijk. Hij zegt alleen... Handa yo. Ja. Handa krukje. Sanderke. En harakiri is de Duitse... Of Duits, kom daar op. Harakiri is de Japanse manier van zelfmoord plegen... die de samurai vroeger moesten doen als ze eervol dood wilden. En Hitler. Ik haat Hitler. Hè? De natuurlijke heeft Hitler omgebracht. Nou ja, goed gemaakt. Hij heeft Hitler omgebracht. Ik weet niet of het heel erg te verstaan is. Hij haat Hitler. Hij haat Hitler, want Hitler gedood heeft. Met die junk. Oh ja, trakteren. Dat was vroeger ook zo'n ding. Tracteren op school, dan de klas langs. Dat deed je niet in de middelbare school, hè? Wel. Dat was de basisschool. Dat is echt basisschool, ja. Heerlijke techniek om te gebruiken. Carola. Die er ook helemaal all-in ging. Je kunt het natuurlijk alleen doen, maar het is hartstikke gezellig. We hebben wel een soort ding met... Met een groep vriendinnen. Met vrouwen met levenservaring die nog steeds seksueel zijn. Daar hebben we... Ook in onze film zit dat wel weer. Inderdaad, ja. Hartstikke lekker. Misschien is dat het moedercomplex van ons. Ja, of het is ook gewoon ons ongelooflijk respect voor vrouwen. Dat, zeg niet terwijl dit te zien is. Ja. Hij had van mij meer mogen spetteren nog. Ik had altijd in mijn hoofd dat het echt meer zo... Of gebeurt dat nog? Ik vind het wel een mooi schilderij. Bekkenbodemspieren effectief te gebruiken. Dit was een beetje als idee dat er ook een tegenhanger was voor de piktekenscène. Samenwerken.
ja. Tussen die kwast en de eierstokken. Goed. En natuurlijk allemaal wel op hoog niveau moet blijven, zowel intellectueel als zeker, visueel. Zeker. Over jouw vader. Ja, deze scène gaat wel heel erg over de vergankelijkheid van het bestaan. Ja. Oh my god, hebben we die grap echt gemaakt, Samira? Oh, wat schrikkelijk. Oh, die arme meid. Gele vla, ja, dat drinken junkies, hè? Het is de bedoeling dat je... Oh ja, met die zalm. ...vla doopt. Godverdamme. Wat is dit goor? Geen zalm. Daniel is wel echt goor ook. Wat zeg ik hier tegen ze? Marietje, ik heb het niet verstaan. Oh, Timmy, dat je dat hebt onthouden. Als je het allergisch voor vis, voor zalm. Oh, dat was het, ja. Wat is er? Is er iets gebeurd waarom zij nu ineens weer... Ja, het is de hele tijd dit, toch? Tussen Tim en Marietje. Ah, ja. Wat het ook is op de middelbare school. Ja, je ziet dat er ook nooit iets van... zoenen of zo. Dat is altijd half aan, half uit. Het shot net trouwens was... Dat hebben we gedraaid met je ogen dicht, zodat dit kon. Oh, ja. Daarna hebben we met ogen open, dus je ogen zijn erop geplakt... omdat je anders niet je ogen open kon houden. Oh ja, terwijl die verf. Oh ja, inderdaad. Nu komt by far het smerigste dat ik heb gedaan in mijn acteercarrière. Ik ga zo meteen ook kokhalzen en dat is echt... Oh, wij lopen hier moeilijk omdat we... What the fuck, Tony? Nee, je zat niet meer lekker. Oh, dat zijn vrij, jongen. Dat is een condoom, hij zat niet meer lekker. Ik kan het doen wat hij niet doet. Ben ik klaar mee, we dumpen hem. Nee, jullie hebben beloofd. Gatsig. Een soort liter fles poppers. Neem maar lekker mee, het is je verjaardag. Neem maar, Tony. Ja, nee, dit is het allersmeerste dat ik ooit heb moeten doen. Niks te nadelen van Bob, maar die koortslip, dat schuim dat uit zijn mond kwam. Oh, toen moest ik een mond-op-mondbeademing geven. En dan baal je zo dat je... Dat... We hebben allebei zo vaak momenten gehad op de set dat we dachten... we hebben dit zelf geschreven, waarom hebben we niet iets leuks voor onszelf bedacht? Moeten we een mond-op-mond beademing geven? Niet doen. Ja, dag, ik ga toch niet aan die gore bek van Tony? Dat kan helemaal niet. Ik heb een vriendin. Fuck! Ik had een vriendin. Oh, het is uit. Het is aan het eind van het vorige seizoen uitgegaan. Ja. Dat is het hele idee. Oh, dit was... Volgens mij komt er daarna één die echt is. Ik kan een heel goed nep kokhalzen, maar dit is... Weet je, volgens mij... Kijk hoor. Die nu komt is zeker echt, let op. Dat is echt. Dat is niet geacteerd. Dat is gewoon uniek privé die helemaal stuk gaat en baalt. Dit is topjaar, jongen. Dankjewel. Je mag gaan. Glas gerinkel? Niet? Nee. Dit is zo'n rare aflevering. Ja. Hier hebben we zoveel rare ideeën bij elkaar gedaan. Daar staat ze. Comfort. Comfort. Vernoemd naar de moeder van een vriend van ons. Zeker. Die heet Comfort. Dat vonden wij een super vette naam. Ook omdat ze hem toch een beetje ingezet wordt als troostmeisje. Zien jullie ook al de pedo zat te zien op het cassetteband dingetje. En de hele dag zie pedo. Daarom kan ik helaas dit nieuwe meisje niet rondleiden vandaag op school. Dit was best wel een zoektocht, omdat we iemand wilden die bij wijze van spreken 12 of 13 kon zijn. Maar zich heel erg bewust was van de seksualiteit. Ja. En we dus steeds zeiden, we gaan hier niet een kind voor vragen. Want je gaat niet aan een kind vragen om heel verleidelijk te doen. Ja. En zij is 18 hier. Toen kwam zij. En zij was gewoon... Ze lijkt heel jong, ze was ook heel klein. Ja. Maar ze was een hele goede actrice. En kon het heel verleidelijk spelen. Wel Chinees. En ze speelde een Thaise meisje, toch? Of andersom? Nee, wij hebben gewoon allemaal Thaise zinnen laten... We hebben allemaal een soort halve Thaise zinnen laten vertalen. Zo. Dat vind ik ook een leuk grap nog steeds, dat de vader van Marietje zo praat. Ja. Hey Timmy. Oh, ik heb die koortslip.
Hoe was het vandaag? Het was lief van je dat je Tony ging helpen. Hoe dan ook, ik heb je gemist. Want ik weet dat ik zei dat je een kleuter was en zo, maar... Dat zij dit ook nu nog niet ziet. Ja. Je bent wel mijn kleuter. Wat ik eigenlijk wel wil... Kom je aan die koortslip? Ik heb met iemand anders gezoend. Ik heb niet met iemand anders gezoend. Ga je naar mijn vader nadoen? Nee, maar iets. Wacht. Ga je naar mijn vader nadoen? Luister, vandaag was de eerste schooldag zonder jou... en het was de allerergste schooldag ooit, oké? Okay? Echt. Heb je nou zalm aan je hand? Oh ja, en zij zijn dan allergisch voor. We hadden ooit bedacht dat ze dan zo'n hand zou krijgen. Maar dat kon niet, geloof ik. Dat moest dan digitaal. Dus het is met make-up zo gebeurd? Of komt het nog wel? Nee, misschien gaan we het zien straks. Dit is het einde van de schoolde. Hé, jongens. Fiets kopen. Tony, wat doe jij? Dat is mijn fiets. Nee, dat is van mij. €5 mag je hem hebben. €5? Ik heb geen €5. Ik heb allemaal uitgegeven voor de lekkers voor je verjaardag. Wat? €5? Oh ja. Alsjeblieft. Amalie. Komt hij weer. Alles wat hij deed was ook zo intens. Ook het weggooien is ook weer zo veel verder. Heb je het gezien bij tekenen? Ja, vinden ze lekker. DJ, fuck. Zo lomp. Hier ook weer, ja. Buigertje. Het is allemaal eigen initiatief natuurlijk. Is dit jouw rugzak? Eigenlijk wilden we dat hij op de dakrand zat, hè? Maar dat mocht niet. Dankjewel, Eddie. Hey jongens. Dit is Comfort. Het is nieuw. Ik leid er even rond. Hoi, Comfort. Oh ja, dan speelt ze thuis. Dan geef ik me thuis zijn geld. En dan denkt zij meteen... Oh ja. Ik moet echt anders gaan staan. Ik ga met mijn buik naar voren. En die hand had heel groot gemoeten. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zo was opgeblazen, maar dat kon niet. Mijn laatste Thaise baat als herinnering aan mijn vakantie met Marietje. En wat doet die lichte kooi uit Thailand? Ze is ook zo klein. Die muziek ook. De lichtfiets. Ja, leuk hè? Hier, ik trap hier achteruit. Wij hadden opgeschreven, het moet in de meest lichte versnelling. Maar dat was niet helemaal overgekomen. Dat was gewoon versnelling 1, maar dat was niet grappig. Je wilde gewoon dat het echt zo was. Dus ik trapte achteruit. Dit straks is toch een beetje gebaseerd op dat YouTube-filmpje. Ja, van zo'n kind dat op de achterbank zit in een auto. En die alleen maar zo... Dat schreeuwt omdat die riem kut is en zo. En dan zit die vader zit Bob Marley op. En dan gaat dat kind zo... Dit is zo goed gespeeld weer. Ja, echt heel goed. Ja, klopt. Dat is dat filmpje, ja. Dat hij dan dat kind dat hoort. En dan ineens gewoon gaat chillen. Ik voel jou. Kijk, en dit is het punt dat Victor nu... het helemaal denkt te begrijpen en dan weer helemaal doorslaat naar de andere kant en het weer helemaal niet begrijpt. Is aflevering 2 al de hongerstaking? Hongerstaking, ja. Toch? Weet ik niet. Of is het 3, ik weet niet meer. Oké. Op naar de volgende. Jeetje. Leuk om weer te zien hoor. Ja.